Dit is nu echt een kunst, een prachtwerk. Maar we gaan het natuurlijk hebben over elektriciteit. Elektriciteit in huis. En dat heb je vaak nodig. Bijvoorbeeld om je huis te verwarmen. Hij doet dat zo natuurlijk niet. Je hebt stopcontact nodig. En hij moet natuurlijk ook nog worden aangesloten. Zo, dat is beter. Hoeveel spanning staat er op stopcontact? 230 volt. En door spanning. En je hebt een stroomkring gemaakt en bijvoorbeeld dan heb je 10 ampère die naar het kacheltje toe gaat en natuurlijk ook 10 ampère weer terug. En door de spanning en door de stroomsterkte krijg je heerlijke warmte, energie in de vorm van warmte. En energie, daar moeten we het eventjes over hebben. Eén klein uitstapje. Energie, wat is dat? Nou, eerst even het symbool, dat is de hoofdletter E. En de eenheid van energie is de joules. Joule, dat is weer, kijk hier hebben we meneer Joule. Ja. En hoe groot is nu 1 joule? Nou, stel je voor, je hebt een pak suiker, 1 kilogram, en die laat je van 1 meter vallen. Dat moet je thuis even proberen, bam. Zo. Dan komt er dus energie vrij en op dat moment komt er 10 joule energie vrij. Dus heb je een beetje een idee wat 1 joule energie is. Nou, je hebt kacheltje. En bijvoorbeeld, je hebt ook een lampje. En die laat je even beiden branden. Na 1 seconde doe je de kachel weer uit. En je bekijkt eventjes en goh, je hebt 23 joules aan energie van de kachel gekregen. En de lamp, ja, die heeft op dat moment slechts 20 joule afgegeven. Maar stel je niet voor, hè, je doet pas na 1 uur uit, dan heeft de lamp wel 7200 joule afgegeven. Kortom, hey, yes! De lamp heeft qua energie gewonnen. En toch denk je van, hier is iets mis. En dat is ook zo, want je moet het niet hebben over energie, maar je moet het eigenlijk hebben over vermogen. Ja, vermogen, hier staat het al, dat is de energie, maar dan wel per seconde. Dus er wordt ook gekeken naar de tijd. En het symbool voor vermogen is de hoofdletter P, van het Engels, power. De eenheid is de hoofdletter W, watt. En zo kun je het berekenen. Je hebt de energie en de energie in joules. En dat doe je per seconde. Dus je deelt door de tijd in secondes. En dan krijg je dus het vermogen in watt. En 1 watt is eigenlijk joules per seconde. Dus op zich ook wel altijd mooi om eventjes te onthouden. Nou, we hebben weer onze twee kandidaten. En dan krijg je dus dat voor de kachel, ja, is het vermogen die 2300 watt, want we hadden precies 1 seconde. En de lamp, ja, die is slechts 20 watt. Nee, want hij heeft er 1 uur over gedaan, deel door 3600. Kortom, jawel, de rechtmatige winnaar is de kachel. Oftewel, de energie in de vorm van warmte, we moeten het eigenlijk spreken over het vermogen. Ja, vermogen van een kachel, dat is belangrijker dan de energie. P is E gedeeld door T. En dat gaat door de spanning en de stroomsterkte. Hoe groter de spanning of hoe groter de stroomsterkte, ook hoe groter het vermogen. Oftewel, je kunt het vermogen waarschijnlijk ook uitrekenen met spanning en stroomsterkte. En dat lukt ook, want behalve P is E gedeeld T, kun je P ook berekenen met U maal I, spanning maal stroomsterkte. Dan krijg je dus voor de kachel, P is U keer I, 230 volt, maal 10 ampère, en je komt ook weer precies op die 2300 watt terecht. Of kilowatt, vooruit. En P is E gedeeld T, kun je ook schrijven als E is P maal T. Nou, dat is eenzelfde iets, en zo kun je de energie berekenen. Kijk eens aan, wat hebben we daar? Een energiemeter die bij jou in huis zit. Ja, nou, even kijken hoor, wat staat er precies? Oké, kWh. De energie, ja, die is in joules, maar een andere eenheid voor energie is die kWh en dat staat voor kilowattuur. Let op, er staat misschien het woord watt in, maar het is energie, kilowattuur. Ja, en een bare kachel, ja. Hoeveel energie verbruikt je in één dag, in joules of in kilowattuur? Nou, eerst even in joules. Ja.
E is P mal T, vermogen 2300 watt, T 3600, en dan krijg je dus op 2 keer 10 tot de macht 8 joule. Ja, dus 2, 8 nullen joules. In kilowattuur doe je ook weer E is P mal T, maar dan vul je voor P het aantal watts in, maar dan wel in kilowatt. Dus je vult in 2,3 kilowatt. En T vul je in uren in, 24 uur. En je komt op 55 kilowattuur. Kun je afvragen van, hey, 1 kilowattuur, hoeveel joule is dat nou precies? Nou, let op, 1 kilowattuur. Kilo is 1000. Dan watt, wat was wat ook weer? Watt is eigenlijk hetzelfde als joules per seconde. En 1 uur is 3600 seconden. En zie je dus dat er een seconde onder de streep staat en boven de streep staat. En die twee kan ik wegstrepen. En dan hou ik over dat 1 kilowattuur is 3,6 keer 10 tot de macht 6 joules. Ja, dus eventjes zo. 3,6 keer 10 tot de macht 6 joules. Het is makkelijk om te onthouden, maar je kunt eventueel het ook opzoeken in BINAS. Ja, tabel 5, daar staat weer dat 1 kilowattuur inderdaad 3,6 keer 10 tot de macht 6 joules is. We gaan weer eventjes verder en we trekken de stopcontact een beetje uit de wand. En dan zie je dat er drie draden tevoorschijn komen. Drie gekleurde draden. Een bruine, een blauwe en, nou, je ziet hier gele, maar eigenlijk is hij geel met een groen streepje. Maar dat is hier wat moeilijker te zien. En dat zijn de draden die ook thuis in jouw leidingen voorkomen. We gaan eventjes kijken. Ja, we hebben daar elektriciteitscentraal. Die is natuurlijk niet bij je thuis, maar staat ergens ver weg. Nou, een of andere wasmachine of wat dan ook. Een lampje en een stopcontact. De titel staat een beetje vervelend, dus die doen we even weg. Zo, en vanaf de centrale komt er een stroomdraad richting huis. En dat is de bruine draad. Ja, dat is de toevoerdraad vanaf de centrale. Dan gaat er natuurlijk ook weer een draad terug, want er moet stroomkring wezen. En dat is de blauwe draad. En tenslotte heb je nog die geel-groene draad. En die is verbonden met een omhulsel van bijvoorbeeld de wasmachine. Maar we zullen zo meteen ook kijken naar het stopcontact. De bruine draad, dat noemen we de fasedraad. En fase, daar zit altijd 230 volt op. Dat 230 volt ten opzichte van de nuldraad. Ja, dus als je daar een spanningsmeter over zou zetten, de ene kant doet de fase, de andere kant doet de nul, dan zal de spanningsmeter 230 volt aangeven. Die nuldraad die gaat naar de centrale toe en in de centrale is die nuldraad verbonden met de aarde, hè, met het grondwater. En daardoor is die altijd precies 0 volt. Die aardleiding, zoals het heet, geel en groen, dat noemen we de aardleiding, die is ook met de aarde verbonden, maar dan vlak bij de woning. En die is dus ook 0 volt. Heb je tenslotte nog, hè, let op, dit stuk hier, hè, dat is hier zwart. En die zwarte draad, dat noemen we schakeldraad. En die is dus van toepassing daar waar de schakelaar is, dus bijvoorbeeld bij een lamp. Ja, tussen schakelaar en lamp. En als de lamp uit is, dan staat er 0 volt op. En als de lamp aan is, dus de schakelaar gesloten is, dan staat er 230 volt op. Al deze kleurcoderingen zijn natuurlijk belangrijk als je met elektriciteit gaat werken, dan weet je zeker van, hey, is er een bruin draad? Weet je zeker van, oeps, oppassen, er staat 230 volt op. Althans, als je het nog steeds niet afgesloten hebt. Want er zijn meer dingen. Ja, het eerste wat de fasedraad tegenkomt, is de zogenaamde hoofdzekering. Die bewaakt het hele huis met één grote zekering, dat de stroom niet te groot wordt. En er zit een slotje op. Nee, want het is alleen voor de elektriciteitsmaatschappij, die mag daarbij komen. Na de hoofdzekering krijg je de kilowattuurmeter, ook daar een slotje op, hè, en die meet hoeveel energie je verbruikt hebt. Hoeveel kilowattuur, hè, kilowattuur is energie. En na de kilowattuurmeter, ja, krijg je de aardlegschakelaar, daar zullen we zo meteen nog over hebben, en daarna krijg je de zekeringen. In dit geval heb ik 3 keer 16 ampère
En die zitten samen in de zogenaamde groepenkast. Die zitten dus in de kast bij je thuis. Nou, waarom drie zekeringen? Dat is wel makkelijk, want als er dus ergens kortsluiting is, dan gaat niet meteen het hele huis op nul. Nee, alleen dat stukje wat bij die ene zekering is. En dan blijft de rest gewoon draaien. Dat is wel makkelijk. Nou, dit is dus de kilowattuurmeter. Ja, thans een oud exemplaar. En daaronder in het kastje, daar zit de hoofdzekering goed afgesloten. Je hebt natuurlijk ook een beetje moderner tegenwoordig. Hè, daarboven de kilowattuurmeter, een beetje slimmer apparaat. En daaronder ook de hoofdzekering, nog steeds wel verzegeld natuurlijk, dat je daar niet zomaar bij kunt. Dit is de aardrijkschakelaar. En wat doet de aardrijkschakelaar? Oh, kijk, hier heb je nog een leuker exemplaar. Die zorgt ervoor dat hij checkt altijd van, hey, de stroom die naar het huis toe gaat, is hij gelijk aan de stroom die weer het huis verlaat. Die twee moeten natuurlijk gelijk zijn. Hè, want het is een stroomkring en dan moet dus de stroom heen altijd gelijk wezen aan de stroom terug. Maar als je nu ergens een lek hebt, en dat kan bijvoorbeeld door een menselijk lichaam zijn, ja, dan krijg je dus dat de stroom terug een klein beetje minder is dan de stroom heen. En de aardrijkschakelaar, die checkt dat. En als hij een verschil ziet, dan zal hij meteen de stroom afschakelen. En daardoor kan dit dus een leven redden, want dan zal de stroom dus die door het menselijk lichaam heen gaat, maar heel kort duren en wellicht kan het inderdaad een leven sparen. Nou, de stopkast is weer zo'n ouderwetse stopkast. Oude stoppen, ja, hier een 10 ampère zekering. En wat is het in feite? Het is gewoon een stukje steen of wat dan ook. En daarin zit een dunne stroomdraad. En zodra de stroom te groot is door die draad, dan brandt hij door. En dan is de stop doorgeslagen, moet je eruit halen en nieuw erin doen. Je hebt ook wat modernere, ja, die werken met behulp van elektromagneten. En als daar de stroom te groot is, zaakt zichzelf ook uit, maar die kun je daarna weer gewoon inschakelen. Dat wel natuurlijk nadat je de oorzaak van de te hoge stroom hebt weggehaald. En, nou, hier is nog zo'n ander exemplaar, een elektronische, die je ook nog in zo'n oude kast kunt stoppen. Dan de stopcontact. Kijk, dit is een stopcontact zonder aarde. Hier komen maar twee draden bij. Nou, de fasedraad die erheen gaat en de nuldraad die eraf gaat. Je hebt ook stopcontacten die geaard zijn. Ja, en daar heb je nog steeds de bruine en de blauwe draad, fase en nul. Maar daar zit ook de aarde aan vast. Ja, dus daar heb je een aarddraad bij. Maar dan kun je zeggen van, ja, maar waarom moet er nou een aarddraad zijn? Want die nuldraad is evenveel waard. Die is toch ook 0 volt? Nou, stel je voor, je hebt een wasmachine. Ja, en een wasmachine is natuurlijk draadjam, want anders zou het niet werken. He, stroomdraad, eventjes in detail. Stroomdraad, een bruine en blauwe draad. En die komt zo de wasmachine in. Kan het zo zijn dat er een klein defect is, waardoor dus die fasedraad verbinding maakt met het omhulsel. Dat betekent dus dat om het omhulsel 230 volt staat. En dat betekent dus dat als jij het omhulsel aanraakt, dat er een stroom gaat lopen van de fasedraad via het omhulsel, via jou. En dat is niet plezierig. Stel je voor, je doet een aarddraad erbij. Ja, dus. En je hebt een geaard stopcontact. En dus heb je niet alleen een bruin en blauwe, maar ook een aarddraad erbij. En die aarddraad die zit vast aan het omhulsel. Als er nu een defect optreedt, ja, dus de fasedraad raakt ook het omhulsel, dan zal dus er meteen een stroom gaan lopen via het omhulsel, zoef, via de aardleiding weg. En dan krijg je dus dat de stroom door die aardleiding gaat en niet meer door jouw huid heen, door het menselijk lichaam. En natuurlijk gaat er ook meteen, hè, de stroom gaat heen, maar dat gaat terug via de aardleiding en niet door nul, dat dan de aardrijkschakelaar meteen
wordt geactiveerd, oftewel de sparing zal er meteen af worden gedaan. Kortom, de aardlichtschakelaar is een mechanisme wat ontzettend belangrijk is voor dit soort gevallen. En daarom moet je dus ook zulke soort apparaten altijd op een geaard stopcontact hebben aangesloten. Zo, nou, 230 volt, ja, en oeps, ja, kijk, zo'n telefoon, ja, die kan maar op 5 volt werken. Dus die 230 volt, als je dat rechtstreeks op de 5 volt doet, niet doen, nee, daarvoor heb je natuurlijk iets nodig om hem naar beneden te doen, en dat is de transformator. Ja, een transformator, die zal dus de 230 volt naar beneden brengen naar 5 volt. Kijk, hier heb je nog zo'n transformator. Een transformator kan trouwens niet alleen spanning naar beneden brengen, het kan bijvoorbeeld ook de spanning omhoog brengen. Maar let op, de spanning gaat omhoog, maar dat betekent dat de stroomsterkte naar beneden gaat. Kortom, U wordt groter en I wordt lager, of net andersom dus. Maar die P, het vermogen, blijft gelijk. Je wint dus niet energie ermee. Nee, je verdeelt het wat anders over spanning en stroomsterkte. Nou, en op zich, zo'n transformator wordt natuurlijk ook altijd een klein beetje warm, dus eigenlijk heb je altijd wel een beetje energieverlies zelfs, maar zeker geen energiewinst. 5 volt. Waar komt die 5 volt vandaan? Nou, uiteindelijk natuurlijk bij de elektriciteitscentraal. In de elektriciteitscentraal, daar zit een generator in feite, een wat grote dynamo, en die produceert die elektrische energie. En bij een elektriciteitscentraal zal het ongeveer 500 volt wezen. Hoe komt het nou naar jouw mobiel toe? Wel, allereerst bij de elektriciteitscentrale is een transformator. Maar die transformator die doet het niet van 5 volt naar 230 volt. Nee, hij gaat het optransformeren naar 100.000 volt. En die 100.000 volt, die wordt naar de hoogspanningsleidingen geleid. Ja, dus hoogspanning heet niet voor niks hoogspanning, 100.000 volt en meestal nog wel hoger. 380.000 volt is ook totaal niet ongewoon. Nou, hoogspanningsdraden gaan natuurlijk over het hele land heen. En die komen tenslotte in een woonplaats terecht. Daar heb je transformatorhuisjes. En in zo'n transformatorhuisje, daar zal die hoogspanning weer teruggaan naar de relatief veilige 230 volt. Zodat het in je huis terecht kan komen. En dan gaat het van 230 naar 5 via de transformator. Nu kun je zeggen van ja, maar waarom zo moeilijk doen? Waarom doet de elektriciteitscentrale niet meteen 230 volt? Nou, kijk, die hoogspanningsdraden voor transport, die hebben natuurlijk ook een bepaalde weerstand. En als er stroom door een draad heen gaat, dan zal die draad altijd een beetje opwarmen, omdat ze weerstand hebben. En dat is heel prettig voor dit soort lui. Maar daarvoor produceren we natuurlijk geen elektrische energie. Kortom, we willen het verlies, het vermogen in die draden zo laag mogelijk houden. Nou, vermogen is U keer I. Ik wil de weerstand erin hebben, dus wat doe ik? P is U keer I, maar ik kan voor U ook schrijven, wet van Ohm, U is I maal R. Nou, dan ga je de U, ja, die ga je daar invullen. Dan krijg je dus P is U keer I, dus P is I maal R maal I. Kortom, P is I kwadraat maal R. En dan zie je dat de stroomsterkte heel erg belangrijk is. Want als die twee keer lager kan worden gebracht, dan heb je meteen dat het vermogen, het verlies, al vier keer lager is. Dus in dit geval hier, ja, de transformator die gaat van 500 volt naar 100.000 volt. Dat betekent een toename van 200. Maar dat betekent dus dat de stroomsterkte 200 keer omlaag gaat. En de stroomsterkte 200 keer zo laag, dat betekent het vermogen 200 in het kwadraat. En daar staat het al 40.000 keer omlaag gaat. Oftewel, het energieverlies gaat ontzettend naar beneden als je de spanning eerst maar omhoog doet. En daarom zijn transformatoren wel ontzettend belangrijk. Zo, dat is ook belangrijk. Even rust. Bedankt voor het luisteren en tot kijk.